Spelers op het veld met dus Onana, vandaag de keeper. Geen Diederik Boer, dat was toch de ervaren man. En zeker geen Jasper Sillissen, hij is hier wel aanwezig. Traoré heeft afgetrapt. Met Veldman, net als tegen Rostov. Rechts achterin, Riedewald en Davinson Sanchez, dus centraal achterin. El Ghazi. Krijgt terug van de Beek. Eerste mogelijkheid komt eraan. Eerste goal al. Klaassen. 24 seconden. Wat is het? Ja. 10-10-10. Wat een bliksemstart. Mag je dit wel noemen zeg. Onwaarschijnlijk snel hoe hier de openingstreffer wordt gemaakt. Traoré, door op Younes. Dat denk ik liever in de loop nog willen hebben. El Ghazi slim gelopen. Goed uitgekomen door Lamproe. Slordige bal van Sanchez. Haaien. Andrade, Onana houdt in. Moet weer terug. Andrade. Meijer Sol, Meijer Valkenburg. Valkenburg scoort! Maakt 1-1 en je zou bijna kunnen zeggen, boontje komt om zijn loontje. De eerste Willem II goal sinds 16 maart 2008. De eerste Willem II goal in Amsterdam tegen Ajax. Toen was het Frank de Moesje, nu is het Erik Valkenburg. En wat is dan de les die je geleerd hebt uit een wedstrijd vorige week, hier? Het grote verschil met vorige week is dat er toen niks meer te repareren viel. Misschien is dit een wake-up call voor Ajax. Toch knap. Draaien, schieten, Sol. Nou, 2-1. Dan hebben ze die wekker na de 1-1 niet gehoord. Want wakker zijn ze nog steeds niet. Willem II heeft nog nooit gewonnen van Ajax in Amsterdam. Nog nooit. 40 keer hier gespeeld. 4 keer gelijk gespeeld. 36 keer verloren. En hier komen ze tegen een ingedut Ajax op 2-1 door de goal van Fran Sol. Dat is inderdaad een wedstrijd om te janken voor de jonge Ajax-fans. Viergever voor Dijks. Daar de lucht in en daar komt inderdaad de knie. Het bovenbeen van Dijks. We hopen dat het meevalt. Younes. Tegenover Van Anholt. Naar binnen. En dan hier de ruimte bij Veldman. Is er ruimte voor een schot? Dan moet hij dan met links ineens gaan doen. En dan draait hij hem naast. Sinkgraven dus in de ploeg. Hij voor Bazour. En dat is alweer de tweede wissel van Ajax. Sinkgraven. Riedewald. Maar dat Riedewald ook wat dieper staat. El Ghazi met het schot wat naast gaat. Traoré. Meegeven aan Klaassen. Wie komt bij de eerste paal? Van de Beek, dan Traoré. Nou. Vrij trap dan in het voordeel van Ajax. Lachman met de overtreding op Traoré. En geel ook voor de nieuwbakken centrale verdediger van Willem II. El Ghazi. Het gat getrokken. De bal voor richting veranderd. De rebound voor Sanchez gaat over. Dankzij Lachman die er dan toch weer knap zichzelf kort voor gooit. Sol krijgt zomaar de kans. Nou, de deur wordt dichtgesmeten door Viergever. Ja, Van der Looy, ja, je kan het een beetje overdreven vinden, maar bracht FC Groningen de allereerste beker. Maar brengt hij dan Willem II de allereerste zege ooit?
in Amsterdam. Sanchez heeft al een paar keer geschoten, was niet geweldig. En datzelfde geldt ook voor dit schot. De vijf extra zijn voorbij. En dat is ook meteen het einde van de wedstrijd. Een historische wedstrijd dan toch. Waarin voor de allereerste keer in de geschiedenis Willem II een wedstrijd in Amsterdam in de Eredivisie wint van Ajax. En Ajax begint nu, na drie wedstrijden, met 4 punten. Dat zijn dus al 5 verliespunten aan het begin van dit seizoen.